Goedemorgen, welkom in deze dienst. Laten we samen gaan zingen. Goedemorgen, ik wil deze dienst graag met jullie openen met een gebed. Heer, we danken u voor de vrijheid die we hebben om hier samen te komen, elkaar te ontmoeten en u te ontmoeten. Dankzij u kunnen we altijd een nieuw begin maken, iedere dag, iedere week en ieder seizoen opnieuw. U bent de schepper van ruimte en tijd. Dankzij u is er een begin. Want onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Play.
We willen u welkom heten bij deze dienst. We zenden uit vanuit de Hoeksteen, de Baptistengemeente in Veendam. Ik weet niet wanneer jullie kijken, ik weet niet waar jullie kijken, maar jullie zijn welkom. Jullie dat ook, dat je zou willen dat er even niets aan de hand is. Even geen nieuws. Het is een bijzonder jaar. Ik zou het fijn vinden als er eens een keer even niets gebeurt. Geen nieuws en dat we even geen dingen beleven die later in geschiedenisboeken komen. Mag het even rustig? Mag het even... Oké. Mag het even rustig? Even ontspannen met een glas thee... En een eenvoudig koekje erbij. Even geen avonturen, even geen persconferentie, even geen virussen, even geen ziekte, even geen spanning. Van oudsher weten we dat rust nodig is.
We kunnen niet zonder rust. En dat bedoel ik niet alleen de nachtrust en slapen, maar juist ook even tussendoor. Even stoppen. Even parkeren. Even de ogen dicht. Misschien even bidden. Bidden is onrust, de onrust in je leven bij God neerleggen. En natuurlijk danken voor de rust die je van hem hebt gekregen. Het is belangrijk om uit te rusten van ons werk of van andere dingen. Om tot rust te komen in ons hoofd en om indrukken te verwerken. Van alle kanten wordt onze aandacht gevraagd. Vooral via het mobieltje. Ja, ik heb hem hier ook al liggen, ik zal hem even wegdoen. Of je voelt de druk op te presteren op school of op werk. En je voelt ook misschien de druk om aan alles mee te, niet te willen missen, niets te willen missen en aan alles mee te willen doen. Maar waar vind je dan je rust? In het scheppingsverhaal staat dat God in 6 dagen de wereld schept. En dat hij de 7e dag tot een heilige dag, een rustdag maakt. Een rustdag. Ook mensen mogen op de 7e dag rusten. Joden vieren die rustdag van vrijdagavond tot zaterdagavond, dat is de Sabbat. De meeste christenen doen dat op zondag, hebben op zondag hun rustdag. In de 10 geboden die Mozes doorgeeft aan het Joodse volk staat, ik lees het even mee, neem de Sabbat in acht zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God, dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Die dag is dus niet alleen een rustdag voor jezelf, maar ook voor de mensen die voor je werken en zelfs voor de dieren. Mooi dat ze genoemd worden. Rust is niet alleen uitrusten. Rust is niet alleen uitrusten van de dingen die je doet. Je kunt ook rust zoeken omdat je van binnen onrust ervaart. Door zorgen, door vragen. Omdat je bang bent misschien. Of verdriet hebt, of ziek bent. En tegelijkertijd, als je rust, dan ben je best kwetsbaar. Vooral als je de ogen sluit en als je slaapt. Zo'n 1/3 deel van ons leven slapen we. En als je slaapt, ben je natuurlijk niet waakzaam, het woord zegt het al. Juist in de slaap komt de angst en misschien wel de nachtmerrie. Je hebt een veilige omgeving en vertrouwen nodig om echt tot rust te kunnen komen. Daarom lees je in de psalmen bijvoorbeeld in psalm 62. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. En een eind verder in psalm 91 daar staat. Bij de Heer ben ik veilig. Hij is de allerhoogste God, bij hem vind ik rust. Hij is de machtige God. Rust. Tegelijkertijd is slaap ook heel krachtig. Hoeveel zorgen je ook hebt, hoeveel zaken je ook wakker houden, hoe belangrijk het werk is dat je probeert af te ronden voordat je naar bed gaat. Uiteindelijk wint de slaap. Uiteindelijk ben je machteloos. Onze behoefte aan slaap is ook een herinnering aan het feit dat we grenzen hebben. God is de enige die nooit sluimert of slaapt. Soms hoor je, alles kan je doen als je echt wilt. Neem nog een kop koffie, drink die energiedrank op en door. Die onrustige jacht maakt veel slachtoffers. Misschien kennen jullie het ook wel in jullie omgeving. Misschien heb je zelf ook die onrust ervaren. Uit onderzoek blijkt dat we veel te weinig rusten. En onvoldoende slaap is gevaarlijk en zorgt voor allerlei gezondheidsproblemen. Mensen zijn geen machines. Geen machines die nooit hoeven te stoppen. Het is echt niet waar dat er geen grenzen zijn als je maar echt wilt. We zijn broze en kwetsbare mensen. Maar daar worden we niet graag aan herinnerd. God is de enige die nooit sluimert of slaapt. In psalm 127 staat een bekende tekst hierover. Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachten zijn ronde. Vergeefs is het als je vroeg opstaat. Te laat te rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Ja, rust is best wel een belangrijk thema in de Bijbel. Rustig voor herstel, rustig voor genezing. In de rust laten we als het ware de controle los. En geven we ons over aan de genade die de Heer ons geeft. Rust en stilte lijken soms pijnlijk. Je hebt de neiging om de stilte te vullen met woorden of met ander lawaai. Ik heb heel even gedacht nu om even langer stil te blijven. Misschien 5 minuten stil te blijven en af te sluiten met een amen. Maar het zal me niet doen. Ziet er toch een beetje raar uit op de televisie. Maar gewoon in stilte de rust van de Heer te ervaren en af te sluiten met een amen is wel mooi. Is wel een gebed op zich. Een gebed hoeft niet, geen woorden te hebben. We weten allemaal hoe krachtig stilte en rust is als je het samen beleeft. Denk aan de 2 minuten stilte op 4 mei bij de dodenherdenking. Maar denk ook aan de stilte aan het begin van een kerkdienst. Of aan de stille momenten tijdens een gebed. Stilte is krachtig. Juist in de kerk moeten we onze menselijke regelzucht en controledrift loslaten en ons overgeven aan de rust en de genade van de Heer. Juist in deze onrustige tijd. In het Nieuwe Testament belooft Jezus aan iedereen die vermoeid is dat hij ze rust zal geven. Bij Jezus vind je werkelijk rust. Ik pak die tekst er even bij, staat in Matteüs 11. Daar staat, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die rust mag niet alleen verbonden zijn aan 1 rustdag, maar is voor elke dag. Het is alsof de Heer zijn deur openzet en ons uitnodigt. Kom binnen, zegt de Heer. Hier is het rustig. En dat past bij wat we in deze dienst gaan vieren. In onze gemeente is het de gewoonte om de eerste zondag van de maand te denken aan het offer dat onze Heer aan ons gaf. Het vieren van het heilig avondmaal. Dat is een instelling van onze Heer zelf. Dan zegt de Heer, kom, ik heb alles voor je over. Zelfs mijn leven. Ik geef je rust. Kom binnen, eet en drink. Ik wil met jullie gaan bidden. Zoals eerder gezegd, bidden is onrust in je leven aan God voorleggen en te danken voor de rust die Hij van je mag ontvangen. Laten we gaan bidden. Waak over ons, Heer, als we wakker zijn en als we slapen. Geef ons rust in deze onrustige tijden. Help ons om te werken, te leren en te waken. En leer ons om te rusten. En vooral, Heer, help ons om te genieten van uw genade en liefde. We danken u voor de rust die we mogen ervaren. Het gaat om uw wil. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk. Te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Amen. Door alles heen,
Goedemorgen. Een paar jaar geleden waren we in de omgeving van Nijmegen in het museumpark de stichting, de Heilige Landstichting Orientalis. Dat is een prachtig mooi gebied van ongeveer 30 hectare. En daar vind je de drie monotheïstische godsdiensten. Jodendom, christendom en islam. En met een aantal prachtige, authentieke gebouwen waar je schitterend kunt rondlopen op een heel mooi park. In een van die gebouwen, daar had men de drie symbolen, de belangrijkste symbolen neergelegd van de drie godsdiensten. Van het Jodendom lag een Torahrol. Van de islam lag de eerste pagina van de Koran, de belijdenis van de moslims. En toen keek ik naar het symbool van het christendom en het trof me heel diep. Daar had men nagemaakt een brood en een beker. En het pakte me zo dat wij een God kennen die ons onvoorwaardelijk lief heeft en die zijn zoon voor ons gegeven heeft. Eilt heeft er al over gesproken. En dat besef, dat geloof, dat geeft echt rust. En de Heer Jezus heeft gezegd, kom tot mij en ik zal u rust geven. Want dat is een absolute voorwaarde die de Bijbel aangeeft om tot hem te komen. En we moeten allemaal een keer tot hem komen, maar dan ook nog in hem te blijven. En vanmorgen vieren we de maaltijd van de Heer en dan staan we daarbij stil. En voordat we dat gaan doen wil ik een stukje lezen met jullie uit de Bijbel en wel uit 1 Korintiërs 10... Een ander gedeelte dan we gewend zijn te lezen, 1 Korintiërs 10, vers 16 en 17.
Maak de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want wij hebben allen deel aan dat ene brood. De Bijbel zegt, de apostel Paulus die schrijft hier over afgodendienst. Die stad Korinthe was een heidense stad, een havenstad. En er waren allerlei afgodentempels. En sommige christenen hadden nog de gewoonte op zondag bij elkaar te komen. En dan door middel van brood en beker dachten ze aan het offer van de Heer Jezus. Maar door de week kon het ook maar zo zijn dat ze een afgodentempel binnengingen om afgoden te aanbidden. En Paulus laat zien dat dat niet de bedoeling is. Want hij zegt, luister maar eens, hij zegt, de beker waarvoor wij God loven en danken, maakt ons dat niet één met het bloed van Christus. Hij zegt, als wij die beker drinken, dan maakt ons dat één met Christus. Dus een heel een nauwe verbondenheid, een intimiteit. En hij zegt, het brood dat wij breken, maakt ons dat niet één met het lichaam van Christus. Met andere woorden, we zijn met hem verbonden. Het is nog veel meer dan een herinneringsmaaltijd. Dus hij zegt, afgoderij in die tijd heel duidelijk, dat past niet bij een christen. Dat past niet bij christenen die aan de tafel van de Heer zitten. En dan zegt hij hier nog iets. Hij zegt, omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want we hebben allen deel aan dat ene brood. Hij zegt, er is één brood en dat deel je in stukjes. Eigenlijk zouden we dit brood nu vanmorgen met elkaar moeten delen en allemaal een stukje daarvan moeten nemen. We hebben dat stukjes al gebroken. En het gekke is, juist door coronatijd lukt dat niet meer om samen in de kerk te komen en om dat symbool van het ene brood, om dat met elkaar te eten. En dat is heel jammer. En ik hoop dat jullie vanmorgen thuis ook dat brood breken en druivensap of wijn of iets anders drinken, om te denken aan de maaltijd van de Heer, om tot hem te komen. Vanmorgen wil ik ook graag danken voor brood en beker. En daarna zullen we het nuttigen. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken voor het offer wat de Heer Jezus bracht. We danken u, Heer, dat het zo eenvoudig is, dat u alles hebt volbracht, waardoor wij tot uw rust konden ingaan. En u zegt, kom tot mij en leg al je zonden, leg al je strijd, leg al je twijfels bij mij neer. En ik zal je daarbij helpen. Heer, we danken u heel in het bijzonder voor het offer van de Heer Jezus Christus. Amen. Jezus nam het brood, hij brak het in stukken en hij gaf het aan zijn leerlingen. En zo mogen ook wij vanmorgen het brood breken en eten. En ik hoop dat wij dat niet alleen hier doen, maar dat jullie dat ook thuis doen. Daarna nam de Heer Jezus een beker. Hij sprak de dankzegging uit en hij dankte de Vader en hij deelde de beker rond. En zo mogen ook wij dat vanmorgen doen. Ik wil jullie uitnodigen om brood en beker te nemen deze morgen. Thank you.
We gaan nog samen danken en we willen nog samen bidden. Vader in de hemel, we danken u heel hartelijk voor deze zondagmorgen. We danken u heel hartelijk, Heer, dat we uw woord mochten openen en stil mochten staan bij het offer wat Heer Jezus bracht, eens en voor altijd voor ons. We danken u daar heel hartelijk voor. Heer, en we willen ook bidden voor een ieder die vanmorgen thuis ook zo naar de dienst heeft gekeken. Heer, wilt u in ieder zegenen en dat we toch alle mogen beseffen dat we bij elkaar horen. Dat we niet alleen zijn, we bij u horen en bij elkaar. Heer, we vragen ook uw zegen voor deze wereld in haar worsteling en haar strijd met armoede en onrecht. We bidden voor de regeringsleiders, wilt u hen wijsheid geven. We danken u dat we u mogen kennen en u mogen vertrouwen. Halleluja, amen. We hebben vanmorgen ook een collecte en de collecte is vanmorgen voor de gemeente en voor de onkosten die we als gemeente maken. Je kunt geven via de gift-app of via de bankrekeningnummer van de kerk. Straks na de dienst, als het droog is, is er weer de mogelijkheid om samen te komen in de open lucht achter Bakker Rietstra. Als je gezond bent, ben je hartelijk welkom. Je kunt je daar registreren. Ga er gerust naartoe. Het zijn fijne samenkomsten.
Mag ik jullie vragen te gaan staan? Ook al is het een beetje raar op afstand. Dan wil ik samen met jullie deze dienst afsluiten met de zegen. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal in jullie denken en jullie vrede geven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen.